THC, oftewel het wietgehalte bij strafbare cannabis, zal worden vastgesteld tussen 5% en 20%, zei Cheryl Dijksteel gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet industriële hennepteelt. Binnen deze wet wil DNA het zodanig regelen dat het THC-gehalte voor industriële hennep wordt vastgesteld op 1%. Binnen de wet zal er daarom ook een mechanisme worden opgezet voor het uitvoeren van THC-testen van geteelde industriële hennep. VHP-parlementariër Mohammad Mahab Ali zegt dat er voor veldtesten een eenvoudige testkit gebruikt kan worden. Net als bloedsuikermeter, zo heb je testkits. Dus dat is de bedoeling dat de inspecteurs met zo'n klein apparaat in het veld gaan en dan testen. En als het buiten de normale waarde valt, dan dat er dan een extra expertise of een speciale lab in de hand wordt genomen. Dus het is niet zo dat je voor alle fasen van testen speciaal naar een gespecialiseerde lab moet gaan. NDP-parlementariër Ibu Jones zei dat een sneltest niet te gebruiken is bij een strafzaak, omdat deze volgens hem niet nauwkeurig genoeg is. Dus als je zegt een sneltest 24 uur, je contra-expertise moet ook geen sneltest zijn binnen 24 uur. Er moet een laboratorium aanpak gepast komen waarbij het diepgaander en zuiverder en concreter wordt getest. Dus die 24 uur is sowieso niet voldoende. De wet industriële hennepteelt is ook bedoeld om het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt in Suriname, NIIHS, in te stellen. Dit instituut zal worden belast met onder meer het houden van toezicht op de naleving van de wet, adequate controleuitoefening en het vaststellen van richtlijnen en procedures in verband met het verlenen van vergunning, dan wel toestemming ter opheffing van een verbodsbepaling.